Wees niet bang. Dat we je in zo'n hokje stoppen. Dat doen we alleen met de familie. Chips liever hier. Maar hij is chips niet lekker, want hij mag meer op de grond dan dat hij opgegeten heeft. Die lesjes zijn klaar. En ik ga naar boven, naar het berenbad. Lekker werken. Het is vandaag poetsdag. Nu ik een hert, hè? Hertje. Het is maar voor de familie. Sorry, familie. Als het mooi weer is, dan ga je cappuccino bij het berenbad drinken. Goed de cappuccino, hè? De best. De best. En nadeel van het dorp, zondag is alles dicht. Ja. Nou, ook wel weer voordeel, hoor. Lekker. Het wordt kouder. Ja, er wordt weer wat sneeuw verwacht, maar ja. Ben je aan het maken? Nou, de zolder van mijn zus en de kinderen is af. Hoi. Hallo. Daar zijn we weer. Ja. Korte vlog dit keer. Ja, even kort. Want, ja. Ja, voorjaarsvakantie, dus topdrukte. Ja. Het hele huis vol, druk, druk, druk. Dus we proberen tussendoor te vloggen en ja, we houden het gewoon even kort. Ja. Dus ja, het is even niet anders. Nee, we moeten nog even de zolder op. Ja, die zolder die moest helemaal klaar, want je zus ja, mijn zus met gezin, man en dochters en aanstaande schoonzoon. Die kwamen langs, dus gezellig, moest af zijn, ja. Leefbaar zijn, het is nog niet af. Maar flink aan de bak. Ja, ja en ik ga helpen bij het berenbuffet, het loket, Berwang. En ik ken heel veel Nederlands praten daar, want het stikt van de mensen uit Arnhem en overal, Nederland gewoon, ja, en België. Ja. Ja. Dus leuk, ja. Gezellig. Lijkt op werk. Het is echt wel druk. Het is bijna werk nu. Het is echt wel druk. Ja, het is bijna werk. Ja, het is wel... Ja. Maar eerst gaan we dus even de familiekamer schoonmaken. Want die moest ook weer klaar zijn voor het gezin dat erin kwam. Ja. Dus dat ga je eerst zien. En dat zouden we wel vaker moeten doen. Ja. Nou, het bed van de familiekamer. De oude slaapkamer heb ik opgemaakt. Het is weer in orde. Het is vandaag poetsdag. Er komen vandaag een aantal mensen aan. En... morgen ook een heleboel. René die is aan het stofzuigen daar. Zo gaan we alle kamers even in orde maken. Hier moet ik nog opmaken. Lekker bezig! Ja. Hier moet ik ook opmaken zo. Chips aan het opruimen. Oh, hebben ze chips gegeten? Dat is chips liever hier. Maar hij is chips niet lekker, want hij mag meer op de grond dan dat hij opgegeten heeft. Ik heb de familiekamer bijna klaar. Bijna klaar? Ja. Ik loop nog een beetje na en dan mag je erin van mij. Ja. En door. En door. Ben je aan het maken? Een kastje voor de wastafel op te hangen straks. Hierachter zitten de wateraansluitingen en de afvoer. Dus je kan die daarop hangen. Moet hier petten staan. Lekker aan het knutselen. Mm-hmm. Wat ben ik aan het doen? Jij bent aan het hangen. Plakbehang, zonder snijsel. Maar ja. Wel mooi. Nou, er zijn de meningen over verdeeld, hè? Maar nou, het is een hobbel de bobbelmuur. Kijk, hier zie ik het nu heel goed op mijn cameraatje in het licht. Ja. Het is echt een hobbel de bobbelmuur. Maar wit maken is ook geen optie, want dat hadden we bij de andere kant gedaan. En dat vind ik wel mooi eigenlijk. Brengt heel erg de bobbels naar boven. Dit ook wel een beetje met licht erop, maar. Ja, maar het is een soort nephouten wand. Het moet nog strak trekken. En ik vind het netjes. Als het aangekleed is, dan valt het allemaal wel mee, denk ik. Lekker bezig. Het is maar voor de familie. Sorry, familie. Jij vindt het netjes. Het is niet verkeerd. Het is niet voor de verhuur, dames en heren. Dus wees niet bang. Dat we je in zo'n hokje stoppen. Dat doen we alleen met de familie. Hè? Ja, precies. Nee, dit is ook één echt goede slaapkamer. Twee van die kleine. Zit die goed? Ja, die zit goed vast. Oké. Okay. Nou, mooi. Kun je de wastafel ophangen en aansluiten? Ja. Niet vandaag dan. Nee. Wastafel aansluiten. Dinsdag een deksel maken ervoor. Deksel, plank erop. Een plank erop. Ah. Ja, maar die wel open gaan, dat je erbij kan gaan. Mm. Dus nee, toch een soort deksel. Als ik het water aan moet sluiten, dan moet ik al het water van het hele huis eraf gaan weer. Mm.
Dat gaat even niet nu, hè? Nee. Pas als iedereen de deur uit is. Ja. En ik weet niet of ik die koppeling aan heb. Mm. De kraantjes. Als het losdraait, dan heb ik kans dat direct naar mijn komt om nieuw te kopen. En die zijn nu dicht. Ja. Ja, dat is nadeel van een oud huis, hè? Met allemaal nadeel rare maten. Huis, allemaal verschillende maten. En nadeel van een dorp, zondag is alles dicht. Ja. Nou, ook wel weer een voordeel hoor, lekker rustig. Hè? Ja, precies. Je mag eigenlijk ook geen herrie maken. Nee. Doe ik af en toe. Ja. Nou, we gaan weer even verder, hè? Ja, we gaan weer verder. Moet nog een stukje muur. Ja, ik ben er bijna. Ik ben bijna klaar. Mm-hmm. Nou, niets. Verschil moet er zijn. Nou, we hebben nog meer klusjes, hè? Ja, ja, ja. Je kan alvast beginnen aan een voeteinde van het bed die ontbrak. Ja, dat gaan we doen. Ik zie hier een spijker uitsteken, dus die kan ook even erin gejetst worden. Voordat we eraan blijven hangen. Ik mocht geen herrie maken. Je zegt nee, je hebt gaan boren en doen, dus een paar klapjes. Oma, hij zit. Nee, maar als je daar aan blijft hangen. Ja. Ik met mijn haar of zo, dat is ook niet fijn. Nee. Oh ja, plak ons mooie retro behang even vast. Ja. Want die kant blijft wel zo. Hè? Ik heb een stijfsel genomen, maar dat gaat niet. Nee. Nou ja, bed ervoor straks, een beetje aankleding en retro is weer hip, hè? Dus ja. Helemaal leuk. Helemaal goed. Ik ga nog wat schilderijen met groen, denk ik, zoeken. Ja. Van, de groene kamer. Mag nichtje Tessa als eerste in, want die is van de Vlinders en het Groen. Die heeft de studie ook gedaan over het groen en alles. Bio, wat was het? Biochemicus, zoiets. Sorry Tessa, ik weet niet precies. Dat is boven mijn pet. Jij bent slim voor tante Iris. Nou, we gaan verder. Doei! En het sneeuwt vandaag. En dat vinden de hondjes fijn. Hé? Oh, wat fijn, hè. Oh, wat fijn. Het sneeuwt. Ja, en het was nodig. Nou, de eerste dagen van de krokus begint. En het sneeuwt gewoon. En goed ook. Daar zijn we wel heel erg blij mee. Zo, het is tegen 12. Alle skilesjes zijn klaar. En ik ga naar boven, naar het berenbad. Lekker werken. Alle skiklassen verzamelen hier beneden. Zoals je ziet, de sneeuw is goed. Lekker wandelen. De Exynet. Webcam boven staat erop. Het is bewolkt. Het heeft vanavond gesneeuwd. En vanmorgen. En ik ga lekker naar boven lopen. Naar het zwembad. Hier glij je naar beneden, als je bij het berenbad bent geweest, zo weer naar de lift. Het is wat moeilijk lopen nu. Het pad hieronder is netjes schoon. Maar dat is een omweg. En dat doen we niet. Zo, dan zijn we bij het berenbad. Het is nu nog rustig, maar dat zal snel veranderen.
ik ben bij het berenbad en het sneeuwt weer. Lekker! Even lachen allemaal! Sneeuwt. En wie ligt daar weer te genieten in de sneeuw? He? Je moest naar buiten, hè, toen je zag dat het sneeuwde. Hè, Pintje? Jij dacht, ik wil naar buiten toe. He? Want daar sneeuwt het, hè. Dat is lekker, hè. Dat is lekker, hè. Lekker sneeuw op je vacht, hè. Vind je fijn hem op? Ja. Blijf je buiten nog, in de sneeuw. Hé? Hé. Hey. Oh. Je zus is stout, hoor ik. Je zus is stout. Wat ging ze doen? Je pantoffel. Ik loop weer met mijn slipper naar buiten toe. Ja, dat dacht ik het wel. Het ding wordt langzaam wit. Ja. Witte kont, Pintje. Ga ik eens even laten zien. Oh, je gaat erbij liggen. Oh, lekker hè. Zo lekker hè. Je laat je weer ondersneeuwen hè, Mop. Ja. Oh, lekker rollen. Maar er is nog niet zoveel sneeuw hè. Lekker rollen in de sneeuw, Millietje. Het is nog steeds je zus. Ja. Oh, nou is het witte eraf. Ik ga jij lopen schudden. Ja, is je zus aan wit hè. Nou, gaan we weer naar binnen. Het ruitje wordt ook langzaam wit. Hé? Ik zie mezelf. Nou, tot straks dan maar, hè, Pien. Of ga je ook mee naar binnen toch wel? Hé? Of blijf je buiten? Nou, we zien het wel. Hè? Zo, wat ben je aan het doen? Inrichten. Laatste dingetjes. Voor de schoonmaak. Ja. Kijk of dit nog een handig plekje kan krijgen. Sokkenkastje. Oh ja, kastje. Dressoir heb je net neergezet. Ondergoed sokken, weet ik veel, schoenen. Dat is ook het minuut, hè? Dressoir zet je net neer, lekker. Kledingrekje. Ja, die moet nog een plekje. Ja. Ja, stopcontact nog vast en dan nog even afstellen. Nou. Lekker. Laat zien, misschien nog wat schilderijtjes daar. Oh ja, wat schilderijen. Ook ophangen. Die kan je zo ophangen. Ja, twee series. Leuk. En natuurlijk een hert, hè? Hertje. Hertje erbij. En een batterijtje nog. Ja. Voor de klok. Die ligt beneden. Batterijtje. Is klaar. Gaat erop lijken. Dan ga ik zo schoonmaken. Nou, een pakje koffie. Ja. En dan ga ik... bedden opmaken. Ja. Het is een beetje ontploft. Bed opmaken, wastafeltjes ja. Hangen er. Oh, dat lampje moet nog een bestemming hebben, geloof ik. Nou, dan ben ik benieuwd hoe het er straks uitziet. Zie de foto als ik aan het werk ben. Ja. Met gaan we best doen. Alles erop en eraan. Een kastje hier. Weer een nieuwe dag. Lessen zijn allemaal klaar. Alle leraren komen met de kinderen naar beneden. Lekker sleeën. En je ziet overal picknickplaatsjes. Gezellig. Even wat drinken en eten voor de volgende les. Nou, en wat doe je als het mooi weer is? Dan ga je cappuccino bij het berenbad drinken. Goed de cappuccino, hè? De best. De best. En lekker in het zonnetje. Kinderen genieten er ook van. Nou, de zolder van mijn zus en de kinderen is af. Een paar kleine dingetjes nog, maar dat komt straks.
Dit is de oude slaapkamer geworden. Wat je hoort is de afzuiger. Dat is dus een dingetje wat nog naar buiten moet. Maar dat gaat hem nu niet worden. Dan hebben we de badkamer. Kleedje moet nog op de grond, maar er moet nog gedweld worden. Dus dat komt nog. Dan gaan we gelijk de zoomer uitzetten. Zo, heel fijn. Dan hebben we hier een nisje met kledingrek. En nog een slaapkamer. Met wasbakje. En een kastje voor de kleding. En dan toilet hier. Nog een slaapkamer met kledingrek, kastje. En een wastafeltje. En wat dingetje aan de muur opgehangen, gezellig. Poefje. Hier nog een garderobbenkast op de overloop. En dan de keuken. Die hadden jullie al eens eerder gezien. Maar die is ook nu helemaal af. Koelkast staat aan. Er hangt de klok. En een prentje aan de muur. En dan kunnen ze komen, zou ik zo zeggen. Dan kunnen ze hier lekker met z'n allen gaan zitten. Nou, ik hoop dat ze het leuk vinden. Nou, dat was hem weer. Ja. Korte vlog. Ja. Ik hoop ja. dat jullie er begrip voor hebben. Ja, hoop ik het ook. Het is echt even ja. druk. Ja. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie. Ja, we gaan jullie misschien wel zien. Ja, misschien komen jullie wel tegen. Op de piste of meer wat. Ja, wie weet. Waar dan ook. In de Zoekspiets Arena. Ja, hè? Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Ja. De sneeuw is momenteel niet echt goed. Berwang Eerwald is wel goed te skiën, maar 's middags is die zacht. Ja, 's middags is sluspuppie. Ja. Ja. Het wordt kouder. Ja, er wordt weer wat sneeuw verwacht, maar ja, 6 centimeter of zo. Dus ja, maar als het maar kouder wordt, dan zijn we heel gelukkig. Ja, dan kunnen die sneeuwkanonnen aan, want die staan er nog. Zeker ja. Eerwald Alm, ja. die heeft allemaal vaste sneeuwkanonnen nu. Ja, dus ja. Als er sneeuw valt, laten we het ook direct zien, met veel trots. Ja. Ja, ik zou zeggen, blijf volgen en tot de volgende. Doei. Doeg.